Net buiten Meiringen brengen bezoek aan de Aresloecht. Een kloof die is uitgesneden door de rivier de Are. De rotswanden gaan hier tot een hoogte van bijna 200 meter. En het smalste deel van de kloof is maar een meter breed. We zijn heel benieuwd. Dankzij tunnels en vlonders hoog boven het water is een wandelroute van 1400 meter lengte gerealiseerd om dit prachtige natuurelement te bekijken. Al snel zijn we in het smalste deel van de kloof waar het water zich doorheen perst om de Aresloecht te verlaten. Al in 1888 staken hier de eerste bezoekers de veilige loopbrug over en door tunnels om deze bijzondere natuurbelevenis te ervaren. De fascinerende nauwe ravijn is ontstaan door de Quichette, een kalkrotsrand die de doorstroom van de Are uit het Krimse gebied verhinderde. De rivier heeft zich hier gedurende tienduizenden jaren een weg gebaand en een diepe bedding uitgegraven. Even verderop klettert de Schreibach-waterval bij de grote kiezel- en zandbanken naar beneden om zich samen te voegen met de Are. Het water staat hier aan het einde van de zomer niet erg hoog. Dat zal in het voorjaar, als de sneeuw gaat smelten, wel anders zijn. In de Tweede Wereldoorlog werden hier zelfs grotten gebruikt om in te schuilen. Dat zal ongetwijfeld niet in de late winter zijn geweest. Op sommige plekjes in de kloof wordt het ook afgeraden om daar naar boven te klauteren. Dan zijn we aan het einde van het wandelpad en de kloof. Maar ja, de fietsen staan aan de andere kant. We nemen dan op dezelfde route terug en zien de bijzondere Aresloecht vanuit een ander zichtpunt. We gaan weer door schaars verlichte donkere natte tunnels, bukken regelmatig om maar niet ons hoofd te stoten en mogen nogmaals genieten van al het moois dat dit natuurfenomeen te bieden heeft. Daar waar het water zich door het smalste deel van de kloof perst, verlaten we de imposante Aresloecht. Het was een bijzondere belevenis.